met Manschot als scheidsrechter in eerste instantie zou makkelijk deze wedstrijd fluiten. Ja, die kreeg te horen dat hij dinsdag Champions League verplichtingen heeft. En dus hebben Manschot en Makkeli geruild. Floot Makkeli afgelopen vrijdag in de keukenkampioen-divisie Rode SC tegen Telstar. En mag Manschot nu aan de slag hier in Venlo. Met natuurlijk de blik op de beide gebroeders. Rolf en Mats Zeuntjes. Gebroedelijk kwamen ze naast elkaar de trap af. Gebroedelijk staan ook VVV en AZ, beide met 18 punten. AZ met een wedstrijd meer gespeeld. De opstelling met Borgman dus als linksback. En voor de rest dezelfde elf als de vorige thuiswedstrijd. Dat was tegen Fortuna Sittard. De wedstrijd werd met 3-2 gewonnen. Bij AZ wat meer wijzigingen in de basisopstelling. En Maher voor hem een plekje op het middenveld. Omdat Koopmeiners dus centraal staat met Hatzidiakos, Svensson, Aujan bij de backs. Maher dus op het middenveld terechtgekomen samen met Til en Mathieu. Ja, en in de voorhoede is het een beetje zoeken. Goedmondson vanaf rechts, Zeuntjes in de spits. En het net is lek. Hier beneden Tyrappy en we kunnen gaan voetballen. Of een tapie, gewoon een klein tapie. Ja, dit is een beter tapeje, denk ik. Ja, kijk, dit is een steviger tapeje. Gaffertape en daarmee is het euvel opgelost. Nou, wij hopen. Het is allemaal een beetje met kunst en vliegwerk bij elkaar gehouden, dat doel, dat net hier in Venlo. Koopmeiners. Van Maher richting Goedmondson. Die valt daar over de bek heen. Goedmondson dan terugleggen zou je denken. Of zelf afmaken. De bal gaat op de paal. En vervolgens via een VVV'er. Ik denk Reusler. Net naast de goal. De eerste goede kans is voor AZ. En het begon met deze bal van Maher. Over de bek heen. Borgman tast helemaal mis. Dan kan die bal terug natuurlijk. En de bal gaat dan op de paal. Goedmondson. Mitsje Svensson rechterkant. Goedmondson in de bal. Zeuntjes in één keer en net naast. Maar de bal nog aangeraakt. Dat betekent een corner voor AZ. Overleg met Zeist. Wat heeft Edwin van der Graaf gezien? Daar, de overtreding hier gemaakt in het 16 meter gebied door Promes. En hij geeft een panel. Hij geeft een strafschop voor de overtreding die dus Promes maakt in de 16. En dan komt de geel aan voor Promes. En dus de bal op 11 meter. En is dit via Koopmeiners de mogelijkheid voor AZ om in de 7e minuut op 1-0 te komen. Waar we wachten op de derde corner is dit de eerste strafschop. En die gaat binnen en AZ neemt vroeg in de wedstrijd de leiding. AZ had al het initiatief. Was al een paar keer gevaarlijk in de 16 geweest. En de voorsprong is er. De 1-0 door Teun Koopmeiners. Ja, het zorgde dus wel voor, die vroege tegentreffer, dat de Venlonaren in eigen huis toch zeer nadrukkelijk op jacht zullen gaan naar het andere doel. Oh, dit is de overtreding. Een metertje of 20. Overtreding. Op een lekker plekje voor VVV. Zo duidelijk de vrije trap te nemen. Mitsje met de overtreding. Zeuntjes gaat het doen. Gaat Zeuntjes het ook doeltreffend doen? Nee, we gaan een andere variant zien met het schot van Grot. En de redding van Bizot. Aardig variantje waar toch het letten was op Zeuntjes, maar Grot het uiteindelijk deed. En hier een hamstringblessure. Post. Ja, die is al een beetje aan het hinkenpinken. Streep door de rekening. Belangrijke speler. Van Ooyen dus. Van Post. Goed, Idrissi naar binnen gekomen. Controle is daar. De schijnbeweging ook. Komt hij prachtig vrij. Idrissi. Oh, wat doet hij dat knap zeg. Wat een geweldige goal van Idrissi.
Hier komt hij al naar binnen lopen. Dan is het wat laat reageren van Rutte. Dan kapt hij daar twee man tegelijk het bos in. Uppakee. En er langs. En dan schuift hij hem langs Oenerstal door de benen, denk ik, van de keeper van VVV. Til laat lopen. Ja, Gudmundsson. En die schiet in één keer. En zo laat AZ zich voorlopig van zijn beste kant zien. Met een paar schitterende individuele acties van Idrissi onder andere. Hier Til die hem laat lopen. Waardoor hij ook een verdediger van VVV in de luren legt. Aan de kant van Gudmundsson. En zo komt de ploeg van Maurie Stijn en van Jai Driessen er voorlopig even niet aan. Mitsje. Mlappa. Dit is het moment. Kijk eens even. Want als hij kan aanzetten, dan kan hij er vandoor en kan hij scoren. Kijk, en dan hebben we weer terug een wedstrijd. Waarbij ik denk dat John van der Brom als coach van AZ gillend gek wordt. Want dit is nou juist wat, kan ik me zo voorstellen, in de voorbereiding op de wedstrijden tegen VVV uit en daarna worden besproken. Zo wordt hij weggestuurd, zo wordt hij weggestoken. En daar moet je dus je antwoord hebben. En de goal van Mlappa. En het staat 1-2 en we hebben terug een wedstrijd hier in Venlo. Zeuntjes levert dan in. Oude Jan. Idrissi. Glipt hij weer langs. Huppakee. Idrissi. Lekkere bal. Prima redding. Oenerstal. Ja, Idrissi heeft er zin in. Maher. Til. Svensson aan de rechterkant. Til gaat het zelf doen. En schiet die bal op de lat. Dat is weer een knappe kans. Maar niemand Til aanvalt. Krijgt hij hem op de lat. Idrissi. Voor het schot. Idrissi. Er zat nog een rare draai aan. Waardoor Oenerstal niet kon klemmen, niet kon vangen. Koopmeiners. Legt hem eroverheen. Geweldig gedaan, Idrissi. Idrissi. Ai, 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 ai. Geweldige bewegingen weer van Idrissi. Schiet dan tegen een Venlonaar aan, waardoor hij een corner krijgt. Maar de bewegingen van Idrissi, de bewegingen waarmee hij ons acteert, zijn toch prachtig om te zien. Antsidiakos, Mats Zeuntjes nu rechts. Gudmundsson is een goede bal van Zeuntjes. Ook Gudmundsson kan hier voor Van Ooyen langskomen. Die houdt hem behoorlijk vast. Ja, Gudmundsson gaat dan door en strandt dan op Oenerstal. Vlotte aanval waarbij Van Ooyen hier aan het shirtje trekt. En voordat dat echt in het oog loopt, laat hij dan maar los. Promes. Rutte, als hij hem binnen kan houden. Ja, dat kan hij inderdaad. Drie man voorop, vier man als Soesis zich ook bijmeldt. En bijna Opoku, daar is nog Grot. En Svensson duikt daarvoor. En dat doet hij goed. Het alles of niets olé olé wordt gepredikt door Maurie Stijn. Promes er dus af. Aanvoerdersband gaat naar Ralf Zeuntjes. Patrick Joosten dus. Een aanvaller voor een verdediger. Borkman zal Stengs dus mee moeten met die linksachter van VVV, dit is Svensson. Mitsjeu. Als Van Ooyen balverlies leidt. En Til terug Mitsjeu vindt. Achterin. En dit is, oh, geweldige redding Oenerstal. En een belangrijke bovendien op die kans van Idrissi. Want ja, VVV heeft zojuist zeer aanvallend gewisseld. Oenerstal krijgt geel omdat hij protesteert. Ja, daar houdt Manschot niet van. Dat leverde eerder al een gele kaart op voor J. Roy Grot.
Van Ooyen gaat dan de mist in. Dan deze tegenaanval waarbij Mitsjeu die bal nog hier bij Idrissi krijgt. Geweldige redding Oenerstal. En die voorkomt de 1-3. Grot. Naar het meeverdedigen van Mlappa. Grot. Erlangs bij Hatzidiakos in het midden op Poku. Grot, goede beweging. Nu de juiste man zien te vinden. En daar is het Koopmeiners die zijn hoofd tegen die bal krijgt. En dus voorkomt hij dat Grot de juiste man vond. Maher. Oeh, Van Ooyen. Wat een smerige. Ja, rood. Weg met die man. Ja, en terecht. Wat een stomme, smerige, gore overtreding van Ooyen. Echt. De groeten thuis. Wegwezen, vriend. Dat lijkt me een terechte kaart. Want kijk eens naar Van Ooyen. Huppatee. Als hij hem voorraakt. Kijk eens even. En dan heeft Maher echt een mazzel dat hij niet vol geraakt wordt. Hier Seuntjes en Joosten daar vlakbij. Joosten daar vlakbij. Joosten kapt daar de man uit en schiet die bal binnen. Joosten met de 2-2, maar de vlag is omhoog. De vlag is omhoog. De 2-2 geannuleerd. Het is geen doelpunt. Het is buitenspel. Maar zegt Manschot, wacht even. Is het buitenspel, dan hebben we altijd nog de VAR. Het is dit moment is geen buitenspel. Dit is geen buitenspel. Als het om dit moment gaat, is het geen buitenspel. Dan moet dit 2-2 zijn van Joosten. Het is een goal. Het is 2-2. En ook Van Ooyen. Rood aangekleurd. Juicht mee, want het staat 2-2. En dan gaat er toch met z'n tienen een punt gepakt worden. Er wordt nog afgetrapt, maar dan wordt er ook meteen afgefloten. Ho. Iets van venijn en een staart. En dus is de eindstand in Venlo tussen VVV en AZ 2-2.